dat komt er eigenlijk op neer dat we volledig van nul onze wagen hebben gemaakt naar bedrijfsevenementen toe, naar foodtruckfestivals, alles die in open lucht is en binnen en buiten eigenlijk, waar het binnen kan. Alles in één, het licht hangt eraan, het klank hangt eraan, alles is aanwezig. We zijn samen met de barakken begonnen omdat we eigenlijk een tof idee zagen op een foodtruckfestival. En zo zijn we ermee begonnen. Maar we dachten, het kan altijd nog iets beter om de luxe te brengen naar de DJ. We zijn zelf bij de DJ, dus hebben we onze wagen een beetje specialer gebouwd voor de DJ's. Dus we hebben ook voorzien dat er een verwarming aanwezig is voor de DJ. Er zit een koelkast in, zodat alles in luxe is voor de DJ en dat hij niet hoeft in de kou te staan, zeg maar. We hebben een standaardpakket die geleverd wordt bij de barakken zelf voor de kleine feestjes. Als het nodig is, kunnen we altijd zelf ook voor grotere evenementen. En als het nodig is, werken we samen met een andere firma voor nog grotere feesten uit te breiden. Eigenlijk kunnen ze best momenteel terecht op Facebook. De pagina heet De Barakken, like ze en zend ons een e-mail debarakken@outlook.be. Welkom allemaal en dankjewel dat jullie hier wel bij zijn bij het voorstellen van onze mobiele DJ-wagen De Barakken hier bij Van Ulle. Ik moet het zeggen, want merchandising, kan je dat? Dus, we hebben ook nog iemand speciaal uitgenodigd vanavond van stad Isegem. Dat is Lisbeth Bogart, de schepen van feestelijkheden. Zij gaat met ons de knop omdraaien om deze barakken te onthullen voor u. Toen ik een tijdje geleden dat berichtje kreeg van zouden hij willen komen om de opening te doen van ons barak, dacht ik van barakken, wat moet ik mij daarbij voorstellen? Nu, ik had al iets opgevangen van een mobiele DJ-wagen, dus ik dacht als schepen van evenementen, als dat kan bijdragen tot meer feesten en meer evenementen, steun ik dat absoluut zeker en gaan we dat zeker in ons programma opnemen als er dingen te organiseren van. Dus ik denk wel dat we meer van jullie zullen kunnen zien en ik had inderdaad ook aan de mensen die evenementen organiseren zeggen van kijk, dat zijn dingen dat jullie zeker kunnen doen. Dus ik ben eigenlijk heel nieuwsgierig om te zien wat het is. Dus bij deze zou ik wel graag dat knopje samen met jullie in. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Remember.